Vandaag bij mij in de vleugel het jonge muzikale talent Camille Lemmens, ad interim voorzitter van de LBM Theo Hanze. En mijn speciale gast was de grote winnaar van The Voice of Holland in 2012, Iris Kroes. Welkom bij LEF. Dankjewel Suzanne. Welkom Iris, Theo, fijn dat jullie er zijn. Iris, om bij jou meteen te beginnen, 2018, dan ben jij ambassadrice van? Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa. Je begrijpt dat het een pijnlijk onderwerp is. Het is Limburgse televisie. Ja, nee, ik weet het moment nog heel goed toen het tussen jullie ging en Leeuwarden en er was nog een stad. Ik weet even niet meer welke stad dat was, maar toen zat ik voor het stoplicht en het was... Ja, en Culture Capital 2018 is Leeuwarden. Daar was ik zo blij mee. Ja, ik kon geen kant op, want ik stond gewoon voor het stoplicht te wachten. Nee, dus je kunt niet springen. Nee, verder niks. Maar ik was helemaal opgewonden blij, zeg maar. Was toen al duidelijk dat je ambassadrice zou worden? Nou, ik had al een aantal dingetjes gedaan voor Leeuwarden 2018. En er liggen nu heel veel plannen. Alleen er moet zeg maar nog een handje klap op komen. En om het echt bevestigd te laten worden. Ja, mooi. De minuut van Suus. We zijn er klaar voor. Wat heb je voor ons uitgekozen? Liebestroom van Liszt. Een heel spannend einde natuurlijk, omdat het in die minuut een keuze moet maken. Maar waarom deze keuze? Niet zozeer van het einde, hè? Maar... Zoals je hoort, nu na 1 minuut hoor je al, het is vol verwachting, het is vol van liefde. En eigenlijk komt nu de melodie en die zegt, heb lief, heb lief, heb lief. En wat is het belangrijkste in het leven? En daar gaat het hele stuk over. Ja. En dat is altijd het mooiste aan muziek. Dat is altijd eigenlijk... woorden zoeken naar liefde voor Herman Hesse. Dat dit stuk ook. Bijzonder. Theo, cultuureducatie is een belangrijk ding. Kinderen weer aan de instrumenten krijgen ook een groot goed. Hè. We zitten natuurlijk ook met de harmonie en fanfare. Vroeger ging ieder kind gewoon bij de harmonie en bij de fanfare. Tegenwoordig is dat anders. Ja. Bij jullie in de LBM speerpunt... van beleid, ja. De kinderen. Ja, dat klopt. Wat doen jullie er precies aan? Nou ja, ik vond er een prachtige intro hier. Hè. Dus hier... Ja. Ja, zeg maar, vanuit de cultuur en zeg maar de educatie, dat is één. En dan de liefde. Nou, als je die twee dingen bij elkaar brengt, hè, dan, en dat bij jonge jeugd, hè, bij kinderen op de basisschool, breng die liefde voor muziek bij, nou, dan komt de rest vanzelf. Kijk, vanuit de bond willen we natuurlijk graag dat mensen muziek maken en liefst bij onze verenigingen. Maar het speerpunt is eerst liefde voor muziek bijbrengen. En eigenlijk hoef je dat niet te doen. Want kleine kinderen hebben altijd liefde voor muziek. Ze zingen, ze maken plezier. Ja. En je moet zorgen als volwassenen, ja, als verenigingen, als bond, dat die liefde blijft.
beklijft vooral. Ja? En dan, ja. Ja, dan kan het niet fout gaan. Maar het begint natuurlijk bij dat stuk voor die bond, inderdaad. Van wat gebeurt er thuis? Hoe gaan die ouders daarmee om? Ja. Zit daar niet het grootste zorgpunt? Daar zit wel een zorgpunt. Vooral ook omdat het druk is in deze tijd. Hè. Maar ik ben daar niet zo bang voor. De vervolg is het vaak. Op de basisscholen is de muziek verdwenen. Ja? En we zijn daar nu volop bezig, ook samen met de provincie, om via bijvoorbeeld een project als Door. Ja, we zijn met wat. Wat is een project als Door? Door is gericht op wat ik net zei. Zorgen dat op die basisscholen, dat daar weer muziek bij de kinderen komt. Dat je dus ook in de opleiding van docenten, dat je daar weer muziekliefde bij brengt. Ja. Als je het over vroeger hebt, ja, dan kon bijna iedere leerkracht die kon zingen of die deed iets met muziek, et cetera. Nu ben je afhankelijk van. En ik begrijp dat wel, want er is druk, ook in het onderwijs. Maar probeer daar weer die muziek binnen te brengen. Ja. Muziek maakt slim. Dat is iets wat we te weinig onder de aandacht brengen. Maar muziek het is zo moeilijk om dat echt te bewijzen. Maar die bewijzen zijn er, maar om ze bij de mensen onder de aandacht te brengen. Kijk, ouders zeggen kinderen moeten bewegen. Natuurlijk, en dat is gezond. Ja? Maar je moet ook mensen slim maken. En dat kun je met muziek. Kun je dan eigenlijk twee dingen doen. En slim maken. En ook nog emotie krijgen. Want dat is prachtig zoals je dat verwoordde. Ja, muziek is emotie, muziek is liefde. Ja. Ja, maar het maakt eigenlijk niet uit welke muziek, zeg ik wel eens. Hè. Als je laat ze zingen, laat ze spelen, laat ze dansen. Maar breng ze dat bij. Ja, zonder. Iris, als je dan kijkt naar muziek. Kom jij uit een muzikale familie? Ben je met muziek opgegroeid? Ja, ik ben wel met muziek opgegroeid. Mijn hele familie is eigenlijk muzikaal. Mijn moeder speelt dwarsfluit. En mijn vader die weet alles van muziek tot aan de jaren nul, zeg maar. Okay. Dus wat dat betreft zat ik inderdaad. Ja, precies. Dus wat dat betreft zat ik eigenlijk altijd tussen de muziek, inderdaad. Ja. Hoe ben je in contact gekomen met die harp? Nou, dat is eigenlijk een soort van toevalverhaal. Want ik denk een jaartje of 8, 9 was, het was zeg maar logisch in onze familie om een instrument te bespelen. Dus ik ging gewoon naar de muziekschool in Drachten en ik dacht, nou, wat vind ik leuk? In de eerste instantie wilde ik graag een panfluit. Dat is niet helemaal, van gekomen. En toen stonden er gewoon hele lange rijen voor de piano en voor de gitaar. En op dat moment stond er helemaal niemand bij de harp. Het lokaaltje waar de harpjuffrouw in zat, was gewoon helemaal leeg. En toen liep ik daar naar binnen en toen werd ik eigenlijk gewoon meteen verliefd op de klank van het instrument en de juffrouw. Want jij bent 8 jaar, dus juffen zijn altijd jouw idool. Ja. Zeker, dat is zo belangrijk dat je een goede juf hebt. En toen dacht ik, nou, laat ik maar eens proberen een proefles doen. En je bent eraan blijven kleiden, zullen we het zo maar zeggen. Dan doe je op een gegeven moment auditie met dat Someone Like You bij The Voice of Holland. Ja. Een waanzinnige auditie, want al die blind auditions, die stoelen vlogen meteen om. Hè? Dat is een waanzinnig filmpje ook. Wat denk je nu waar de kern van het succes zit? Is het nu de harp een deel van het succes? Of is de harp het succes? Ik had er toevallig gisteren nog een gesprek over. Maar ik denk wel dat als ik de harp niet... Kijk, laat ik vooropstellen, ik ben gewoon zangeres die harp speelt. Want mijn harpspel is niet zoals een conservatoriumstudent of wat dan ook. Ik ben een beetje op hetzelfde niveau blijven hangen, zeg maar, als ik mezelf begeleid. En dat is voor mij prima. Ik wil geen concertharpist worden of wat dan ook. Maar ik denk, ja, als je aan zoiets meedoet, moet je wel opvallen. Maar je wilt dicht bij jezelf blijven. Ik ga niet ineens mijn haar roze maken of piercings overal. Nee. Ik denk, ik wil graag bij mezelf blijven. Dus toen dacht ik, ja, moet ik die harp meenemen? En ik weet nu wel 100% zeker dat als ik die harp niet had meegenomen, dat ik waarschijnlijk hier nu ook niet had gezeten. Dat ik een heel ander leven had gehad. Theo, dan wint iemand met een harp de Voice of Holland. Ja. Hoe belangrijk is dat voor een LBM, dat zo iemand de Voice of Holland wint? Ja, dat is ontzettend belangrijk, want het beperkt zich ook niet alleen tot zang, daar komt een instrument bij. Het is een voorbeeldfunctie voor jongeren, voor jeugd. En ik denk dat we daar ook vooral naar moeten kijken. Hè? Van wat vindt onze jeugd op dit moment heel erg mooi en interessant in de muziek? En dan neem je ze aan het handje mee, bij wijze van spreken, of aan een hand als die al wat groter is, in de richting van de muziek zoals we er nu hebben. En dan krijg je ook de solisten die er bovenuit willen stijgen en zich willen tonen, ook voor het wat grotere publiek. En ook de combinatie straks naar klassieke muziek, et cetera. Dus ontzettend belangrijk. Winnaar van de tweede divisie van de finale jonge solisten van de LBM is Camille Lemmens. Ik ben Camille Lemmens. Ik speel horen bij de Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbecht. Het is leuk om met een stuk een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten, uiteindelijk. Mijn ouders spelen allebei met de harmonie. Mijn mam speelt dwarsfluit en mijn pap speelt eufonium. Gewoon met elkaar
zo'n leuk mogelijk programma neer te zetten. En zo goed mogelijk, natuurlijk. Ja, zolang als het kan, wil ik dat natuurlijk doen, maar natuurlijk wil ik ook weer naar met gaan. Ja, Camille, prachtig gespeeld. Ja, dankjewel. Ze zeggen altijd dat horen misschien wel het moeilijkste blaasinstrument is. Hoe komt dat nu? Nou, ik denk dat dat komt. Ja, het mondstuk van de horen is relatief heel klein. Ja? Ten opzichte van alle andere koperen blaasinstrumenten. En daardoor is, denk ik, het lastig om de spanning goed te krijgen. Ja.
in je lippen. Oké. Okay. Jou lukt dat heel erg goed. En ja, pas 16 jaar, hè? Ja. Wil je er nu echt je beroep van maken? Daar ben ik wel van plan, ja. Ja, ik wil... ik zit nu op 4e jaar ateneum. Dus ik heb nog 2 jaar te gaan. Maar je moet ook wel heel snel kiezen en alles, hè? Dus dat is... Ja, klopt. Ja, maar ik wil dus conservatorium gaan doen. Maar daarnaast zou ik eigenlijk absoluut niet weten wat ik voor een andere opleiding zou moeten gaan doen. Dus, ja. Dus je hebt onderhand geen andere keuze? Nee. Ja. Hoe ben je nu zo met die muziek in aanraking? Komt dat op pap en mam? Spelen die ook in, bij het gezelschap waar je speelt? Ja, klopt. Ik ben vroeger... met mijn ouders samen mee naar de harmonie gegaan. Want ze spelen bij de harmonie, je speelt de harmonie van Grevenbrecht, ja, hè? Ja, in Grevenbrecht, ja. En hebben ze meegenomen naar de repetitie. En zo de... Ja, zo doen de bijna wat spelen papa en mam zelf voor instrumenten? Mijn vader speelt euphonium, mijn moeder speelt dwarsfluit. En daarnaast heb ik ook nog een broer die percussie speelt bij de harmonie. Dus echt met heel gezond zitten we bij de harmonie, ja. Ja, dat is toch een te gezellige boel, hè? Ja, klopt. Ja. Nu was jij deze zomer bij mij te gast bij Viva Classic Live. Klopt. Dat kwam eigenlijk in de aanleiding van Lab. Ja. En heb je 3 dagen op die markt in Venlo meegedaan met die concerten. Ik heb daar enorm van genoten en al die mensen ook. Wat vond jij daar nu zelf van? Heerlijk, om daar te staan. Fantastisch publiek, fantastische mensen om mee samen te werken. Ik vond het echt een hele belevenis om mee te maken. Vond je het ook niet eng, met name bijvoorbeeld, kijk, de tweede en derde, want weet je wat er gebeurt? Die eerste avond, zo'n groot plein, het groot orkest, vond je dat niet eng? Op zich, het viel wel mee. Nee, je kwam ook heel relaxed over. Ja, die doet dat volgens mij gewoon iedere week, maar dat viel wel mee toch? Het viel wel mee. Op zich, ik kon misschien wel in bedwang houden. Ja. Dus daar heb ik wel een geluk mee. Ja, helemaal te gek. Hoe vind je dat nu, hoe hij speelt, Iris? Ja, ik vind het heel bijzonder. Ja, ik zou wel zeg maar een nieuwe hobby ook zoeken. Want ik merk wel eens, als ik aan het spelen ben, dan is het niet meer mijn hobby. Maar dan ben ik echt aan het repeteren voor iets. Of dan ben ik echt... Ik heb er heel veel plezier in. Alleen soms denk ik wel eens, ja, het is je hobby niet meer. Omdat het je werk is. Wij gaan genieten van het strijkkwartet van de Philharmonie Zuid-Nederland. En zij spelen van ons La Vie Égare. Een arrangement van Werner Thomas Mifune. Van een stuk van Enrique Francini. Thank you.
Als je het nu nog een keer kon doen, hè? Maar ja, dat is natuurlijk achteraf, hè? Maar als je het nog een keer, wat had je dan anders gedaan na het winnen van The Voice tot nu toe? Ja, ik denk toch meer een grotere mond gehad. Als in, ja, is dat ben je te bescheiden, denk ik? Nou ja, kijk, ik weet natuurlijk niet. Er komt zoveel op je af. En er zijn mensen met jou bezig en die bepalen dingen voor jou. Waar jij zelf niet voor gekozen hebt. Maar ik vond alles prima, want ik had het gewonnen en ik doe alles leuk, hartstikke leuk. Iris, je gaat me optreden met dansers. En nu achteraf denk ik met dansers. Ja, jongens, dat... ik vond ze heel aardig en het zag er ongetwijfeld leuk uit, maar eigenlijk sloeg het helemaal nergens op. Want ik moet met die harp op mooie plekken, op mooie dingen doen. Ik wil graag met mensen werken. Ik wil niet met een bandje. Maar goed, toen was het ook allemaal leuk. En toen vond ik dat ook allemaal prima. Maar nu achteraf denk ik van ja, maar waarom heb ik dat toen gedaan? Wat is je grote artistieke droom? Mijn grote artistieke droom? Vind ik een lastige vraag. Want ik heb wel een droom. Maar ja, of dat artistiek is, dat weet ik niet. Ik wil heel graag naar het Songfestival. Okay. Maar ja, in hoeverre dat met artistiek waarom te maken... Waarom zou je dat willen? Omdat ik denk dat ik mezelf dan kan laten zien wat heel veel mensen niet kennen. Want ik speel veel in het buitenland ook. En als ik merk dat daar zo gewaardeerd wordt, denk ik, ja, maar ik wil dat. Ik wil gewoon op het grootste podium van Europa staan. Dat lijkt me te gek. Het programma heet Lef. En jij toont sowieso lef. Want ik vind het heel dapper dat je hier bent. Want je hebt keelontsteking. Ja. Ja, en toch ben je gekomen. Ja. En dat waarderen we enorm. Je gaat lef tonen. Wat ga je voor ons spelen? Ik ga voor jullie spelen. Ik wil dat ook zingen, maar helaas lukt dat vandaag niet. Amigos para siempre. Waarom heb je dat stuk gekozen? Nou, ik heb dat stuk gekozen omdat ik... zomers werk ik als zangeres op cruiseschepen. En daar hoorde ik dat nummer. En toen keek ik de zee over. En ze draaiden het zeg maar aan de reling, de buitenkant. En ik liep rond. En het was zo'n mooie zonsondergang. En Amigos para siempre. Het gaat natuurlijk over vrienden die voor altijd... I will always be your friend. Yeah. En op een of andere manier deed mij dat heel veel toen ik dat hoorde in die omgeving. Met die mooie zee, met die mooie zonsondergang. Altijd als ik dat nummer hoor, dan denk ik daaraan terug. Ja, en dat is voor mij muziek ook. Dat muziek zijn een soort foto's, plaatjes waar je iets hoort, waar je dan naar terug kan gaan als je dat weer hoort. Dus, ja. Mooi. Ja. Iris Kroes, Amigos para siempre. Begeleid door... Susanne Hardik aan de vleugel, Camille Lemmens op horen en het strijkkwartet van de Philharmonie Zuid-Nederland. Iris speelt harp. Ga die genieten. Dit was Lef voor deze week. Heel graag tot de volgende keer.